Oud-hofpresident meester John van Nissewand heeft op 25 januari op 83-jarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. De gewezen magistraat wordt op donderdag 3 februari met staatseer op Annetteshof ter ruste gelegd. In verband met de uitvaart hebben president Chandrika Prasad Santokhi, vice-president Ronnie Brunswijk en andere regeringsfunctionarissen op woensdag 2 februari het condoleanceregister bij het Hof van Justitie getekend. Meester van Nissewand wordt door juristen en leden van de rechterlijke macht gememoreerd als een rechter met uitzonderlijke wetskennis in zowel het civiel als het strafrecht. Daarenboven is hij een zeer bescheiden, onbevangen en onpartijdige persoon geweest. Meester van Nissewand heeft op de Anton de Kom Universiteit van Suriname het vak burgerlijk procesrecht gedoseerd. Hij werd in 2007 beëdigd als president van het Hof nadat hij had waargenomen in die functie. In 2010 ging meester van Nissewand met pensioen, waarna hij jaren gefungeerd heeft als plaatsvervangend lid. De gewezen magistraat is ook voorzitter geweest van de RAIO-raad en heeft meegeholpen de rechtersopleiding gestalte te geven.